vanuit de opleiding productontwikkeling vinden we het heel belangrijk dat studenten zich kunnen inleven in gebruikers. Voor het vak inclusief ontwerpen, dat is de derde bachelor productontwikkeling, doen we vandaag een inleefsessie. Met empathy tools eigenlijk laten we studenten ervaren hoe het is om door het leven te gaan met een beperking. Ik vond deze opdracht heel leerrijk om zelf zo eens te kunnen ervaren hoe dat het voor rolstoelgebruikers aanvoelt om in het dagelijks leven gebruik te maken van gewoon de openbare weg en alles wat het daarbij komt kijken. Dus boordjes, zitbanken, toilet, hebben we allemaal uitgetest. Dat is allemaal niet zo gemakkelijk als dat we dachten. Wat we hier zien zijn studenten die in een rolstoelenparcours afleggen, allerlei hindernissen moeten nemen en eigenlijk de toegankelijkheid van gebouwen ervaren aan de lijve. Straks gaan de studenten terug naar binnen en daar laten we ze experimenteren met allerlei handschoenen, simulatiebrillen die bijvoorbeeld artritis, artrose simuleren, ook tremorhandschoenen bijvoorbeeld. En daar gaan ze fijnere handelingen mee doen. Ook om te zien als ontwerper, hoe moet ik straks een bruikbaar product ontwikkelen? Na de kleinere tools gaan we ze ook even nog met een blinde stok laten rondlopen en allerlei gezichtsbeperkingen laten ervaren. Ook interfaces en zo, leesbaarheid van interfaces, kunnen ze daar aanvoelen met allerlei gezichtsbeperkingen. En als we dan kijken naar het vak inclusief ontwerpen, is het vooral de bedoeling dat we ontwerpers bewust maken dat ze moeten ontwerpen voor mensen van alle leeftijden en vaardigheden. Dat is eigenlijk de grote les die hieruit zou moeten komen.